moet daar kijken. Helemaal niks. Jo. Maar dank je, schat. Nee, ze is ook zo lief, hè. Is die kachel lekker warm? Is die kachel lekker warm? Hele goedemiddag, lieve vrienden. We zijn vandaag op 14 april aanbeland. En we leven alweer reeds om 13:50 voor 2. Ik ga zo meteen Rijke uitlaten en ik blijf lekker thuis. Want het is nog steeds hier ook koud. Het is ja, bewolkt, het schijnt de zon. En ik vind er niet zoveel aan, maar ik wil weer filmpjes even in elkaar proberen te krijgen. Zover ik weet, ik zou het ook... Sandra was de hier al ook komen. Ik heb nog geen afbericht gekregen. Na al een aantal weken niet geweest te zijn, probeert ze toch vandaag weer aan. En ik ben er morgen Jack Meewou, Jack van Cirelo dan, Meewou om Rijke uit te laten. Dus ja, we zullen het beleven. Ja, ik weet het niet. Maar ja, ik vind dat een bullshit, want we hebben zoveel andere virussen al gehad die onbekend waren en dat we niet wisten wat het was en die vele malen erger was dan we tot nu toe al hebben gehad. En nou mag je bijna niks, weet je. En toen werd er geen aandacht aan besteed en nu in ene wel. Ja, ik kan mij de vet er niet bij, maar ja, ze maken de mensen ook bang. En daar heb ik een bloedje hekel aan. Ja, de mensen hoeven niet bang te zijn, want we gaan tenslotte allemaal heen. We komen allemaal eens een keertje te overlijden. Ja, en of dat vroeg is of laat is, het gebeurt. Punt. En het kan toch een ziekte komen, maar je kan ook... iets onbenulligs over de drempel invallen. Kun je ook al dood komen te overlijden, ja. Ik vind het woordje dood een afschuwelijk woord. Ja, overlijden vind ik veel netter. Nou, wie ben ik? Ik probeer altijd te praten over overleden en overlijden. En dan komt dat ook wel goed, ja. Maar in ieder geval, we gaan de pret niet bederven om daarover te praten. Nee, we houden het gezellig, we houden het leuk. En het aanrecht is schoon en netjes. En ik ga vandaag, ik heb gisteren die steekdingen niet gebakken. Weet ik ook alweer. Die gaan, ja, weet ik veel, die pepersteaks, ja, die gaan. Want ik was zo moe en zo beroerd. Van die wind, ik was recht beroerd, ik bijde mijn hoofd van en het was al laat. Ik dacht, weet je wat, ik neem gewoon een broodje, ja hoor. Dus die zal ik vandaag bakken en in de supermarkt doen. Ik kan dat lekker schudden, want ik moet niet ik heb gekiezen geen tandjes, nee. Ja, ik werd al uitgelachen op Facebook. Ik had een vlog gedeeld toen met, gelukkig niet jij mensen. Maar respect had die vrouw niet, dus die heb ik alles op de zuiger gegeven. Ja, keurig netjes. En niet ik alleen, maar meerdere. Hoe durf je zo te praten? Ja, die hebben gewoon geen respect, geen normen en geen waarden. Die hebben waarschijnlijk nooit niet iemand gezien zonder een gebit. En ik ben iemand, ik slis bijna niet. Dat is zeer zelden. Maar ik probeer mijn best te doen. Ik probeer er netjes uit te zien. Ik ben altijd schoon en fris. En, ja, maar ik kan niet met een gebit over. Ik heb wel een gebit. Maar toen dat mijn man nog leefde,
Ik plakte dat ding altijd vast. Met cookie dit of wat dan ook. Het bovengebit zat goed. Dat bleef zitten. Wat ik ook dronk, hij bleef vastzitten. Wat ik ook at, hij bleef vastzitten. Maar dat ondergebit wipte iedere keer los. Wat ik ook gebruikte. Op een gegeven moment was die ook nog eens een keer gedraaid in mijn mond. En dan zat die half in mijn keel. Nou, maak dat maar eens mee. Als je dat meemaakt en je moet geholpen worden om dat gebit er weer uit te krijgen. Door je man. Dan wil je hem er heel graag heel snel het hele complete gebit eruit halen. En in een bakje met water doen. En dan doe je er nooit meer in je mond. En dan kunnen ze je wel zeggen, ja, maar dan kun je een klik-in-systeem krijgen. Ja, maar dan moet ik eerst geopereerd worden. Dan moeten ze het uit mijn been halen. Dan moeten ze het in mijn mond zetten. Dan moeten ze het allemaal weer genezen, beide. Ja? Dan moeten ze een ander gebit maken, een klik-in-systeem. Ik zeg altijd het liedje van André van Duin, het bouwtje, het moertje, het troefie. Maar dan moet ik weer geopereerd worden. Ik wil geen operaties meer. Dan alleen nog als ik kanker krijg of weet ik van wat, dat ik dan daarvan gered misschien kan worden. Maar dat heeft niks met redden te maken. Dat heeft gewoon met ijdel te maken. Nou, ik ben niet ijdel. Ik ben wel netjes, maar ik ben niet ijdel. Nee, hoeft voor mij ook niet. Maar in ieder geval, verder eventjes. Ik ga nou lekker even wandelen met mijn meisje. En we zien wel wat het middag ons brengen gaat. Toch? Ja, vind ik ook. Oké, lieve vrienden, ik zou zeggen tot later. Ja, lieve vrienden, ik ben Rijka. Mag niet, hè? Pas op. Niet aan de planten. Nee. Je mag best staan en zitten, maar niet aan de planten. Maar er zijn ook weer werklui in de tuintjes aan het werk. Ja, en dat vindt ze maar weer heel erg vreemd. Van wat moeten jullie hier voor mijn huis? Ja. Dus daar snap ze even weer niks van. En hiernaast ook, heb ik ook een gemeentetuin tegen mijn huis aan. En dan hoor je af en toe wel eens kaboom, kaboom tegen die muur aan. Ja, is niet een lekker gehoor. Want vooral als je het even niet in de gaten hebt dat ze er weer zijn. Dan kan je nog wel eens schrikken. Ja, van wat is dit? Maar ja, ik zag ze al in spiegelbeeld. Dus ik wist het. Maar in ieder geval, ik wil een filmpje in elkaar zetten, maar ik zei dat ik de GoPro mee had. Want ik luister zelf even af, hè, voordat ik het in elkaar zet, van wat is dit, wat is dat. Maar ik kan hele GoPro filmpjes nergens vinden, dus ik heb de GoPro maar gepakt. Maar die had ik gisteren ook al gepakt. Maar er staat niks op. Dus ja, hoe en wat, ik niet weten. Nee. Maar ja, komt allemaal goed. Rijke die zit dus lekker voor het raam te koekeloeren naar alle kanten, behalve de roeien. Moet daar kijken. Helemaal mensjes. Joe. Maar dankjes, kat. Deze is ook zo lief, hè. Is die kachel lekker warm? Is die kachel lekker warm? Dat is zo'n spiegelbeeld dat je daar ziet. Ja. Hier wil je nog water drinken. Ja, nou, mijn meisje. Ja, het is een lekker ding van me. Ja, echt wel. Maar in ieder geval, ja, ik weet het niet hoor, waar dat is gebleven. Ik zal verder kijken dat mijn neus lang is, maar als ik het niet vinden kan, dan heb ik zomaar het vermoeden dat ik hem vergeten ben aan te doen of zo. Ja, ik weet het niet. Kan allemaal, ja, je weet het niet. En dan gaat mijn mobiel krijgen wat is appje binnen. Nou, we zullen zo kijken. Maar in ieder geval, ik wens jullie allemaal nog verder een hele mooie, fijne, liefdevolle middag. En ik zal kijken wie dat was, want ik denk Sandra, want die hakken appje natuurlijk, kom je nog? Zal wel niet. Mag niet. Nee, maar zoveel niet. Zie je, zal ik vanavond even komen? Hele goede middag.
Zal ik vanavond even komen? Oh ja, ook goed hoor. Ja? Ook goed. Zo, ja. Ja, toch? Is voor mij ook goed. En er wil er eentje de kamer in. Die heeft ook zijn eten op. Ja, die heeft ook zijn eten op. Er keek er eentje hier naartoe. En dat was een meneer, maar die zag een t-shirt voor het raam hangen. En die beren natuurlijk. Ja, nou ja, moeten ze er ook wat aan doen. Een heleboel schijnen ze hier niet eens niet te willen of wat dan ook. Breek je nek niet, man. Ja, er zitten drempels in de weg weg. Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen tot later. Ja, lieve vrienden, daar was ik weer even. Er is een vlog aan het renderen en dat gaat super snel momenteel. De koper was er niet bij. Helaas, pindakaas kan er ook helemaal niks aan doen. Kijken of die al klaar is. Ja, die is ook weer klaar. Maar de GoPro 2, die ga ik weer uitproberen. Ik ga weer met Rijka lopen, dus we gaan lopend weg. Even een stukje gracht en even door de stad. En dan doe ik die om. Dus jullie waggelen met me mee. Maakt niet uit. Veel waggelplezier. Ja. En dan kijken hoe en wat voor beeld hij geeft. Want ja, dat weet ik ook niet, hè. Ik heb hem één keer gebruikt op de booster. Toen had ik Rijka nog niet eens. Dat was vorige zomer. Maar toen stonden er maar een paar filmpjes op. Terwijl die wel te volgeladen was. En de filmpjes waren niet qua juiste formaat. En het wou allemaal niet. Dus ja, nou had ik hem dus weggelegen toen. Ik denk, nou dat moet Karin maar eens doen. Nou, die heeft het nou pas dus goed gedaan. Want ik was hem ook even kwijt. Maar hij doet het weer, tenminste volgens de geleerden, dus we gaan het proberen. Doet hij dan nog niet wat ik wil, wat GoPro 1 doet? Nou ja, dan moet dat even weer doormelden. Ja, dus we gaan weer lekker aan de haal, lekker even lopend, want ze wil graag weer naar buiten. Waarom weet ik niet, ze zal wel het een en het ander gezien hebben of wat dan ook. Maar we gaan even lekker wandelen. Het is knap weer, wel wat bewolkt hier en daar, maar dat boeit ons niet. We gaan er even lekker er tegenaan een stukje om. Ik zou zeggen, tot later!
lieve vrienden, we zijn dus weer met z'n allen veilig thuisgekomen. Ja, zover ik weet heeft de kookbrood gedaan. Want hij was nog bezig dat ik hem uitdeed. Ja. We zijn weg geweest, totaal met lopen 46 minuten en 35 seconden. En de afstand staat erbij 2,02. Dus zeg maar 2 kilometer. Ja. Dus ja, het is alweer goed gedaan, toch? Ja. En dan ben je niet ver van huis en je hebt toch een flinke wandeling gedaan. Maar ik heb nou wel ontzettend veel pijn in mijn benen, die begonnen te verzuren. Dat heb ik zo nu nog wel eens, als mijn lichaam eigenlijk niet echt zegt van, je moet eigenlijk gaan. Maar ja, daar wil je graag, weet je, maar je lichaam zegt eigenlijk van nee, blijf maar thuis. Maar ik wou wel even weg, ja. Frisse lucht doet ook wonderen, zegt men. En ik vond me dat dan gaat wel weer, ja, lekker. En dus, en Rijka voelt zich ook weer prima. Dus ja, gaat allemaal weer goed komen. Ik ga zo meteen die Copro leeghalen. En dan de dag erbij zetten in een map. Dat het vandaag dus dinsdag 14 april is. Dat het daar dus bij behoort. Ja toch? Ja. Dan kan ik het niet weer me vergissen en het bij iets anders neerzetten. Nee. Maar oké, ik denk dat dat het geval is geweest. Ik weet dat ik bij Mary ben geweest en dat ik toen de Copro ook aan had. En toen had ik Rijke ook mee, maar... Ik denk dat ik dat per ongeluk bij een ander filmpje heb gedaan. Kan gebeuren. Ach, wat kind ook boeien. Als het me leuk is, ja toch? Iedereen maakt wel eens een fout en ik dus ook. Of een blunder, het is maar hoe je het noemen wil. Maak wel allemaal wel eens. Hé, Rijke? Ja. Dat ik ga lekker een bak koffie maken, want ik heb dorst. En ik moet mijn vlees nog bakken en ik moet eigenlijk in principe nog een filmpje renderen, ja. Dan heb ik in ieder geval voor 2 dagen vooruit. Ik had het voorheen nog veel meer vooruit. Maar ja, je moet zo ontzettend wennen aan die nieuwe... Ja, ze hebben een gedeelte bij YouTube veranderd, hè, vernieuwd. Ja, en dat moest van de wet. Voor jullie is het niet veranderd, voor de kijkers, maar wel voor de vloggers, hè, de YouTubers. Ja, en dan moet je daar helemaal wennen. Dat gaat een beetje moeilijk nog allemaal. Ja. Ja. Is het zo? Ja? Oh, en toen? Oké, dan. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet nog van jullie namiddag. Het is 5:07. En ik zou zeggen, voor later, eet smakelijk, bon appetit. En een hele fijne, liefdevolle avond. Ik kom vanavond niet retour, want vanavond komt ook zover het nauw staat gepland. Sandra Urban van Zwirlo. Dus ja, we wachten het af. En ja, die mag ik sowieso al niet op de vlog zetten. Nee, zij wil wel, maar de baas mag het, van de baas mag het niet. Nou, stel je voor dat hun in het zonnetje gezet zouden worden door met de televisie erbij. Oei, oei, oei. Nou ja, ik ben de laatste die daaraan denkt, want wat doen hun? Twee keer niks. Nee. Ik ben een cliënt van hun en ik heb meerdere mensen die cliënten zijn bij hun. En ze spoken niks meer uit qua hulp. Nee. En ik heb maar één doel, dat is mijn jongste dochter. Ja. Maar ja, met hun als hulp schiet dat niet op. Nee. Maar ja, oké. Ik probeer als het straks weer allemaal wat soepeler gaat en dat de boel wat meer open gaat. Ook de instanties probeer ik gewoon te veranderen. Ja. Ga ik ergens anders naartoe. Simpel. Kijk of ik daar beter hulp krijg. Maar oké, ik zou zeggen, geniet ze en we spreken elkaar morgen wel weer. Ik zou zeggen, tot dan. Doei!